Vandaag gaan deze 8 verschillende kijkers 8 verschillende trolls bouwen. Ze krijgen 1 uur de tijd om deze trolls te bouwen. En daarna zal ik proberen de trolls en pranks te ontwijken. We gaan voor 5000 likes. Jongens, welkom bij deze bouwvideo. Jullie gaan allemaal leuke dingetjes bouwen. Jullie gaan trolls bouwen, jullie gaan pranks bouwen, jullie gaan traps bouwen. Alles waar ik mij aan kan irriteren, alles waardoor ik geprankt of getrolld kan worden. Hebben jullie al een beetje ideeën? Julian, heb jij een prachtig idee? Nee. Nee? Jij hebt helemaal niks. Wacht, misschien je buurman, je Vastbo. Heb jij een idee? Ja. Ja, kijk. Dan ga ik meer vanuit dat Vastbo iets prachtigs gaat creëren. En ik denk dat die voor jou heel lelijk gaat zijn. Jongens, veel succes. Jullie krijgen een uur de tijd. En na dat uur ga ik iedereen zijn platform bezoeken en testen. Tot zo. Jongens, welkom bij de eerste map van David. David, waar sta ik naar te kijken? Wat is dit? Ja, we staan hier bij het paleis van Sheikh Buurman. Sheikh Buurman, oké. Hij staat bekend om zijn domme grappen en al die rotzooi. Mm-hmm. Maar jij moet desondanks proberen in te breken. Ik moet inbreken in zijn... De grote stad te stelen. De grote schat te stelen. De grote schat moet ik stelen van grote Sheikh Buurman. Ja. Oké, dat ga ik doen. Ik moet eerst kijken hoe ik binnenkom. Ja. Oké, jongens, dan zie ik hier een prachtig patroontje met Emerald Blocks. En ik denk dat ik heel vervelend daar onderdoor moet gaan. Dus op deze manier, denk ik. Ja, kunnen we wel even... Ik wil niet doodgaan. Zo, kunnen we er onderdoor. Ik heb... Ja, daar kan ik ze ook plaatsen, maar dat heb ik allemaal niet nodig. Hoe gaan we dit doen? Hier kan ik niet springen. Dus we gaan gewoon zo. Gaan we er boven. Hoppakee. Nou, we hebben 2 over. Die moesten waarschijnlijk op die 2, maar ik... Heb ik niet nodig. Ik ga ze zelfs droppen gewoon hier. Die heb ik nooit meer nodig. We hebben hier een button. Dat doet helemaal niks natuurlijk. Maakt niet uit. Lopen we door. Lopen we nog verder door. En dan hebben we... Kijk. Dan hebben we hier een ingang. Gaat die open? Ik snap wat ik moet doen, jongens. Dit is niet de knop voor de deur. Dat is de knop voor de deur. Alleen daar kom ik gewoon natuurlijk net niet bij. Dus ik moet zo. En dan daarop klikken. Oh, wat is dit irritant. Ja. Oh, er was niks snoep. Er was niks snoep. Er was niks snoep. Er was niks snoep. En nu? En nu? Wat moet ik nu? Oh, nee. Oh, wacht, de ingang is wel open. Oh mijn god, ik ben oprecht getrold. Ik ben oprecht getrold voor het feit dat daar niet de ingang was. Oké, nou, de ingang is nu wel open, dus we kunnen doorlopen. Waar zijn we? Wat is dit? Wat moet ik doen? Ik moet inbreken natuurlijk, maar hier is niks. Hier zijn 2 deuren, die kan ik niet openmaken. Wat kan ik hier doen? Hier kan ik ook niet heen. Er is ook niks hier. Even kijken. Hè? Moet ik nu een van de knopjes inklikken of zo? Zeg maar niet dat ik een van de knopjes moet inklikken. Zit hier iets? Nee, hier zit niks. Ik denk niet dat het iets met deze knopjes te maken heeft. Maar even goed ga ik gewoon proberen. Wat vervelend dit. Dit is heel vervelend. Zit hier nog iets? Zit hier niks? Moet ik misschien toch naar de andere kant dat ik dubbel getrold word? Ik weet het niet. Ik kan hier letterlijk niks. Ik heb niks in mijn inventory. Ik kan... Huh? Oh, nee! 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 Ah! Oh, ik ga niet dood worden laven. Oh, oké. Okay. Oh, jongens. Oh, mijn god. Ik werd daar oprecht weer getrold. Ik ben gewoon echt weer getrold. Wat is dit? Waar zijn we? Dat is een trap chest. Ik zie het al. Laten we eerst Oké, we gaan niet elk knopje in klikken. Lijken we al net died of een slechte YouTuber zijn. Dit vind ik jammer. Waar is de deur? De ingang is weg. Nee. Oké, niet de knopjes in klikken. Dan maar kisten openen. Ja, dit is een trap chest. Daar heb je ook niks aan. Daar is je kist. Noep, maar daaronder zit er nog één. Dan gaan we heel voorzichtig op klikken. Een goudblok button. Die kunnen we hier plaatsen. Dan zeg maar niet dat ik weer dood ga. Oké, top. Maar er zit hier wat gelijk. Er zit een gat. Oké, daar wil ik niet invallen. Maar moest ik hier wel heen? Ik weet niet of ik hierheen moest. Ik weet het niet. Moet ik daar? Hier kan ik ook niks. Laten we hier inspringen. Is ook niks. Ik zit vast. Help. Oh, ik ben weer dood. Slechte YouTuber. Wat doe ik fout? Daar moet ik dus niet heen. Doen deze knopjes iets? Ah, dan ga ik weer dood. Oké, elk knopje betekent basically mijn dood. Is niet de bedoeling dat ik dat doe. Moet ik hier door terug heen? Nee. Ik weet het niet, jongens. Zit er nog een kist ergens verstopt misschien? En volgens mij heb ik al die kisten daar gepakt. Daar moet ik niet heen. Want kijk, hier... Hier zit ik dan vast. Dus ja, hier kan ik niet heen. Nu zit ik weer vast. Waar is de gouden schat van de sheik? Waar is die? Wat is de gouden schat en waar is die? Ik zit vast. Ik zit opgesloten. Help. Waar moet ik... Ik heb het gevoel dat daar nog meer zit. Nu ligt er ineens een pressure plate. Ik snap er echt geen reet van, jongens. Oké, wacht. Laten we die kant weer op gaan. Dan kunnen we naar buiten. En dan? Dan ben ik weer hier. Wat nu? Nu ben ik weer buiten. Maar nu ben ik weer opgesloten buiten. Ja, nu zit ik weer vast. Zie je een knop? Doet niks. Dit is 1 groot trollhuis. Ik zit nu hier. Oh, nu zit ik weer hier. Ja, dat was het, zeg maar. Oh, dat was het. Ja, het was weer. Alleen dat was het.
Dat is goed hoor, maar er is geen schat die je kan stelen. Er is geen schat. Dat is de ultieme troll, of niet? Ja, ja. Oh, de ultieme troll, jongens. Er is helemaal geen schat die je kan stelen. Mag ik weer naar buiten? Ik zit opgesloten. Ja, maar dit is... Oh, hier kan ik veilig naar buiten. Oh, maar deze. Dus er was gewoon... Al die tijd was er geen schat voor mij die ik kon stelen. Het was gewoon een en al dat ik getrold werd met het feit waar ik heen moest en weet ik wat allemaal. Ja, precies. Alleen, jij hebt mij een beetje getrold dat jij al die cheats in dit huis hebt gevonden. Oh. Nou, ik vond het leuk. Laten we doorgaan naar de volgende. Oké, ik sta hier nu bij een prachtige villa. Waar ben ik, Joris? Wat is dit? Ik zie dat het huis naar beneden is. Dit is de villa van Makkus. Dit is de villa van Makkus. Mijn aardsrivaal, de YouTuber die mij in wil halen op YouTube. Ja. Mijn aardsrivaal dit, weet je. Maar, dus dit leek mij wel verstandig als jij hier ging proberen in te breken. Ik moet inbreken, maar ik ben bang dat ik wel getrold word. Ik denk dat hij wel een soort van mechanisme heeft om mij af te laten schrikken. Weet je? Ja, maar, misschien wel. Misschien dat hij het niet te makkelijk maakt. Dat gaan we zien. Ja. Nou, dan ga ik maar gewoon beginnen. Ik moet gewoon een ding doen. Oh, jij gaat er ook gewoon vandoor. Oké. Okay. Nee, doe je ding. Laten we even kijken wat het is hier allemaal. Ik zie hier een heel diep zwembad. Dus ik denk dat die Makkus dit heeft gedaan, zodat hij lekker diep kan zwemmen. Ik weet niet of hierachter iets zit. Ik denk het niet. Niet dit is wat ik nodig heb. Laten wij in het water gaan. Kijken wat wij vinden. Ik zie namelijk al gelijk een gat. Daar kan ik in zwemmen. Dat zie ik gelijk al. Maar laten we eerst even het huis zelf onderzoeken. Hier is een deur waar ik niet doorheen kan. Hier zit misschien een button of iets. Ik zie wel redstone lopen, dus misschien zit hier... Kijk, daar zit een knopje. Die is ook al gespot. Gaan we nog niet op klikken. Dan hierboven kan ik ook niet naar binnen. Dit is denk ik de duikplank hier. Ik zie het al zo. Dan kan je zo het water in. Dan hebben we hier een balkonnetje. Dat is ook helemaal leeg. En dan hierachter is niks. Dus laten we eerst het knopje inklikken. Kijken wat dat doet. Daar. Boom. Oh, nee! Nee! Oh, wat was dat een irritante troll. Je kan hem ook echt vanaf één punt kan je hem gewoon inklikken. En precies daar sta ik gewoon en val ik naar beneden. Oké, jongens, het is niet de button dus. Laten we hier erin gaan kijken wat hier gebeurt. Als we via het zwembad gaan, dan gaan we doorzwemmen. Wat is dit? Hier zit iets? Nee, hier zit niks. Zo lang mogelijk doorzwemmen, want ik mag niet verdrinken natuurlijk. Oh mijn god, ik denk dat dit te lang gaat duren. Ik denk dat ik sneller moet zijn. Oh, je zit... Oh, zit wel wat... Nee, dat meen je. Dat... Nee, ik ben weer getrold. Wat een goede troll. Dit was het helemaal niet, deze route. Hoe moet ik dan naar binnen? Zit hier iets in de bosjes verstopt of zo? Zit hier iets? Nee. Hè? Moet ik hier misschien heen of zo? Oh, wat is dit een irritant... Oh, wat is dit vervelend, die troll. Wat was die troll ontzettend vervelend. Hoe kom ik dan binnen? Misschien dat ik hier over het randje moet springen, maar ik twijfel. Kijk, als ik dan hierheen ga... Oh, dat is het. Dat is het. Kijk, dan klappen we die zo. Daar moet ik heen. Ik denk dat ik daarheen moet. Zo, kijk, let op. Nee. Zo. Zo. Oh mijn god, wat irritant. Ik knal de hele tijd tegen het randje. En... Ja! Oh, we zijn er. Ja, dit is de ingang. Oh mijn god, wat vervelend dat die andere twee het niet waren gewoon. Moest ik trouwens wel helemaal zo... Volgens mij hoefde ik helemaal niet deze sprong te maken. Volgens mij kon ik het... Wacht even. Heb ik nou echt... Ik wil weten. Ik ga het toch nog een keer proberen. Ik wil weten of ik moeite heb gedaan voor niks. Kon ik gewoon... Oh, my days. Ik kon gewoon hier zo springen. Oké, ik ben veel te moeilijk. Maakt niet uit. Laten we even kijken. Waar zijn we beland? We zijn nu in het huis. We zijn ingebroken. Ik zie een ender chest, een normale kist. Nog een normale kist. Nog een en nog een. Allemaal leeg. En veel sier op elkaar. En een crafting table. Wat is dit? Een button. Dat is een lift, denk ik, of zo. Wat is dit zo? Oh, jemig. Waar ben ik? Ah, wat doe jij hier? Hallo, je bent er al. Ik ben er al. Wat is dit? Waar ben ik beland ineens? Ja, dit is mijn map. Dit is jouw map. Oh, jongens dan... Heel even snel de intro. We zijn ineens in jouw mappenland. Zo, dat ging snel, hè? Die overgang naar de volgende. Jullie hebben samengewerkt. Nice. Ja, we moeten niet op de muur bouwen. Dus dan gaan we maar door de muur heen. Ah, oké. Okay. Nou, ik vind het leuk. We zijn ineens in de volgende troll zijn we beland. Nou, veel succes. We zijn hier vandaag in de woestijn van de Sjaak Buurman. Oh, dus Makkus heeft een woestijn in zijn achtertuin of zo. Ja. En ja. Wat is de bedoeling? Deze moet je overwinnen. Ik moet hem overwinnen. Oké, dat is dus een soort spirituele... Ja, wat is het? Spirituele avontuur waar ik naartoe ga. Ik snap hem. Ik ga mijn best doen. Ik ga het overwinnen. We hebben niet deze kist. Dankjewel. We hebben niet deze kist. We hebben niet deze kist. Oh mijn god, er kwam een TNT. Ik zag het. Oh mijn god, er kwam een TNT. Ik denk al, hè? Wat hoorde ik ineens? Hier moet ik wel in. Moet ik hier niet in of moet ik hier wel? Ik denk dat ik hier wel in moet. Wat zit er in het water? Dan is het water even checken. Het water is leeg. We moeten wel hier in. Tonk. En tonk. En dan shift. Staan we stil. Pak de diamond voor de winst. Ik denk niet dat het zo makkelijk gaat zijn, jongens. Wat is dit? We hebben een diamond pickaxe.
Nou, ga ik nu de map ook gewoon klaar hebben? 1, 2. Oh, natuurlijk niet. Oké, jongens. We zijn in een nieuwe plek beland. Haha, noob. Ja, leuk hoor, grappig. Oké, sowieso moeten we door in painting. Laten we eerst gewoon even normaal. Waarschijnlijk hier is een button. Oh, gewonnen. Oh, waar ga ik heen? Ik dacht dat ik door de paintings moest, maar ik zag al heel snel de button. Jongens, hè? Ik ga omhoog. Oh, dan vallen we weer naar beneden. Wacht, misschien dat ik op het blok kan landen hier. Boom. Oh, en we zijn weer dood. Nou, maar ik heb hem. Waar ben je, Lars? Hallo. Oh, daar ben je. Heb ik de button sneller gevonden dan je dacht dat ik hem ging vinden? Je hebt een hele troll geskipt. Echt? De hele troll was... Wacht, ik ga kijken. Wat heb ik geskipt? Ik heb een hele troll geskipt. Je button zeg maar niet ziet. Zie de button niet. Ik zie de button. Ja, ik zie hem. Maar, oké, ik zie hem nu even niet. Nu zie ik hem even niet. Dat is het. Ik heb gewoon een hele troll heb ik gewoon geskipt. Oh, daar moet ik erin. Hier had ik er dan ingegaan. Oh, mijn god. Dan had je nog dit allemaal gebouwd. Dan kon ik nog hierheen. Hier. Oh, en had ik weer in het zwembad terechtkomen. Wat had ik dan boos geworden? Wat had ik boos geworden als ik weer... als ik weer in het zwembad terecht had gekomen? Wat goed bedacht dat ik dan weer hier terecht kwam. Wat zonde dat ik hem gemist heb. Oh, wat erg. Wat erg. Maar dat zwembad, jongens, is zo'n echt een... Dat was echt de ultieme troll. Maar die heb ik gewoon geskipt. Omdat ik die button gewoon al zag. Je bent de pro. Ik ben de pro. Marcus had hem doorgaan. Marcus had hem doorgaan. Laten wij doorgaan naar de allerlaatste map. Daar staan we dan bij het huis van... Wie is dit? Waar zijn we? Is dit Merlijn? Dit is Merlijn's prethuis. Ja. Merlijn's prethuis. Oké. Merlijn's prethuis. Merlijn, ik kan jou nog herinneren van een aflevering... op mijn YouTube-kanaal met school. Jij werd gepest en zo. Ja. Wat is de situatie? Nou, ik heb intussen dit Imperium opgebracht. Weet je? Ik hou wel van fun en zo. En, Nou, mag ik naar binnen? Of? Ja, natuurlijk mag je naar binnen. Oké, Berlijn spread uit. Ik zie gelijk de trapjes. Dus, Nee, joh. Die kist, daar zit de sleutel in van het huis. Oh, oké. Het is vast niet dat dit hier onder me naar beneden gaat vallen, zeker? Nee. Oké, nou openen. Oh, er gebeurt oprecht niks. Oh, er gebeurt wel wat! Ik gokte hem wel, maar het is... Je bent gevangen. Voor altijd. Je kan nooit meer ontsnappen. Ik ga als een geest nu om je heen vliegen. Dankjewel, Merlijn. Oké, jongens, we zijn hier vast, maar dat maakt niet uit. We kunnen kijken. Zo? Oh, huh? Ik dacht dat ik het op die manier wel... Oh, kijk, zo. Maar hoe kom ik daar nu dan? Hoe kom ik daar? Dat kon ik toch helemaal niet? Moet ik dat springen doen of zo? Hoe werkt dat? Oh, wacht, ik heb een idee. Kijk. Wat is dit irritant? Moet ik daar wel heen? Moet ik niet gewoon hierheen? Oh, mijn god, ik moet hier wel onderdoor, maar het lukt me gewoon niet. Het lukt me gewoon niet. Oh, ik ben er! Oh, ik ben er! Ik weet niet wat ik deed, maar ik ben er. Oké, wat is dit? Ik wil niet doodgaan. Dit is lava. Maar ja, je kan er wel langs, volgens mij. Maar ik ga het niet eens gokken. Wat is dit? Waarom zit hier een trapdoor? Wat heeft die trapdoor ermee te maken? Laten we de andere kant op gaan. Merlijn's pretten. Oh, ik hoop dat ik niet de fout heb gemaakt dat ik nu hier ben. Wat is dit? Nee, ik heb een fout gemaakt, toch? Nee. Daar gaan we de lava in. Daar gaan we. En we gaan dood. Waarschijnlijk de tweede poging. Oh, nu moeten we dit weer opnieuw doen. Ik had het net gehaald. Ik weet niet hoe ik dit gehaald had, maar... Ja, ik heb hem weer. Oké, ik heb een soort van... Hey, daar heb ik Merlijn. Oh, hallo Merlijn. Hallo. Oké, jongens, ik denk dat ik gewoon hier langs het randje moet. Oh, dat kan. Oké, top. Waar moet ik nu heen? Oké, daar ga ik weer omhoog. Dat is denk ik fout. Dus ik gok hierheen. Even kijken. Dat kan, maar zitten we daar dan vast? Ik gok dat we daar vast zitten. Ik ga het even goed proberen. Oh nee, dat is toch een domme fout. Daar moest ik niet heen. Oh, ik ben weer geprankt. Moet ik hierheen? Wat een irritante troll. Gaan we hier maar weer erin. En dan moeten we het weer opnieuw proberen. Moeten we hierheen? Ah, kijk, dan hebben we hier een trap omhoog, jongens. Zo. Oh, wat is dit irritant. Oh, wat een rare trap. Wel een handige trap. Oh, dit lukt wel in één keer. Kijk, hoppakee. Wat is dit? Waar moeten we nu heen? Oh, jongens, waar zijn we beland? We zijn in het andere gedeelte van Merlijn's funhouse. Hier is een parcours. Hier is ook een parcours, maar dit is een veel te irritant parcours. Dus we gaan lekker dit parcours doen. Zo. Oh, mijn god, wat is dit? Zo. Hoppakee. Zo. Nee, dit is... Nee. Ik moet op die ladder springen. Oh, mijn god. Nou, waarom lukt dat niet? Die laddersprong is irritant. Kan ik dit wel halen? Ja, toch? Weet je, ik ga de andere kant wel even proberen. Misschien dat dit beter gaat. Misschien dat dit me iets makkelijker... Oh, mijn god, hier zitten barriers. Oh, Merlijn, waarom doe je me dat aan? Waarom troll je me op die manier? Zo, oké, en dan... Oh, weer! Zitten weer barriers. Maar hoe wil ik dat... Die sprong kan je dat toch niet halen? Die sprong is dan niet te halen. Hè? Maar ik moet daar überhaupt wel heen. Ik ga toch de andere kant proberen. Zit daar ook een barrier verstopt of zo? Er zit daar ook een barrier verstopt die mij volgens mij aan het trollen is. Dus daar kan ik sowieso trouwens helemaal niet heen. Jawel, via die kan ik erheen, maar... Ik word boos. Ik pas er gewoon niet tussen. Ik ben te dik, denk ik. Ik pas er niet in! Ik pas daar gewoon niet tussen. Aan deze kant weer.
Oké, hoe moet ik dit doen? Dus lopend misschien. Oh nee, dat kan gewoon niet. Dit is niet te halen. Dan moet je er zo om... Nee, dat kan niet. Dit is niet te halen. Hierheen is niks. Het is echt deze kant. Maar daar pas ik gewoon niet tussen. Daar pas ik oprecht gewoon niet tussen. Volgens mij ben je daar te dik voor of zo om daar tussen te komen. Dus dan moet het zo. En dan moet je eraan hangen aan de ladder. Ik denk dat dat het is. Ja! Oh, ik heb hem! Oké, ja. En dan... Ja! Oh, wat ben ik blij. Laten we naar boven gaan. Wat is dit? Sub to one, dat heb ik hem ge... Dat was het niet. Dat was het niet. Oh, mijn god. Ik dacht dat ik hem had gehaald. Wat een vervelende troll. Oh, dan moest ik daar waarschijnlijk door. Ik moest daarheen waarschijnlijk. In dat kleine gat, zeker of niet? Of dat kan niet? Nee, daar kan je niet in. Huh, of wel? Ik zeg maar niet dat ik al die moeite hier voor niks heb gedaan. Merlijn. Oh. Wat doe je? Nou, weet zeg je het eens. Daarmee gaan doen? Nou, wat heb je gedaan? Je hebt hem hier. Dus die moet ik helemaal niet heen. Dat is niet mijn probleem. Oh mijn god, het is wel deze kant op. Maar wat moet ik hier doen? Ik kan toch niet die sprong maken hier, jongens. Kijk, want er zit daar een barrier blok. Maar... Oh, ik moet hier opspringen. Er zit hier ook een. Oh, ik snap hem. Dit is echt een vervelende troll. Zo, en dan moet ik hier erop springen. En dan... Faal ik ook nog. Hierheen. Hierheen. Oh, het mislukt. Hierheen. Hierheen. Nou, zo. Ja! Oh, ik heb hem. Nog een keer, noep. Nee, toch? Nee, dat meen je niet. Nee. Hier moest ik helemaal niet heen. Nee, ik accepteer het niet. Ik accepteer niet dat ik hier niet heen moest. Accepteer ik echt niet. Waar moet ik dan heen? Wat moet ik dan doen? Ik moet daarin. Hoe kom ik daar? Er zitten hier helemaal geen barrier blokken. Hier misschien? Oh, wacht. Wacht. Dit barrier parcours. Is het onzichtbaar? Oh, mijn god. Dit is een onzichtbaar parcours. Ik snap hem. Kijk, jongens, wacht. Hierheen. Ik denk dat ik hem snap. Hierheen. Kijk, hier is een onzichtbaar blok. Dan. Daar is een onzichtbaar blok. Daar is een... Oh, wat is dit vervelend. Daar moest ik heen. Maar hoe kom ik hier nu? Hier is geen trap door. Er is hier geen trap. Oh, er is een boot. Oh, oké. Dit gaat goed. En dan, ja, hierheen. Welk gat is de juiste? Als ik nu doodgaan en alles nieuw moet doen, word ik echt boos. Sowieso, het feit dat links en rechts net niks was, is echt... Echt een hele goede troll. Oké, welk gat is de juiste? Weet ik niet. De middelste? Nee, niet de middelste. Oké, even wachten tot we geregenerate zijn. A few moments later. Het is geen gat. Geen van allemaal. Welk gat is de juiste? Ja, ik heb ze voor mijn gevoel allemaal geprobeerd. Zit er iets verstopt hieronder wat ik moet openen? Welk gat is de juiste? Ik denk dat ik geprankt word. Ik denk dat ik echt... Ik word op een bepaalde manier geprankt, maar ik weet niet hoe. Oeh. Kijk maar. Wat is er aan de hand, Merlijn? Geen van je gaten werkt. Ja, weet je dat heel zeker? Ja, ik denk het. Yep, daar ben je. Nou, help eens. Welk gat moet ik in? Dat ga ik niet zeggen. Ja, maar... Kijk, zie je? Hier, daar kan ik niet in. Ik kan er wel gewoon in, hoor. Kijk. Ja, maar... Ik zal één ding zeggen. Ja. En dan moet jij goed luisteren. Ja. Je moet goed het gat in. Oké. En dan moet je goed kijken. Ja. Kijken. Goed kijken. Oké, dus dat betekent dat er misschien toch iets onder verstopt zit, jongens. Misschien een trapdoor of een... En dan goed kijken naar wat. Er zitten hier inderdaad andere blokken, jongens. Alleen, wat zijn dat? Zit er iets onder verstopt? Misschien. Een button, een... Ik zit te klikken voor mijn leven, maar ik kan op niks klikken. Er is niks. Merlijn, ik wil nog een tip. Wil jij nog een tip? Ik wil nog een tip. Ik denk dat het iets met de slaps te maken heeft, maar... Een tip uit het Merlijn's Funhouse. Ja, laat het zien. Nou. Wow, ik ben Spider-Man. Wat doe je? Hoe doe je dit? Ik ben Spider-Man. waarom hang je aan het plafond? Ik ben gewoon Spider-Man. Wat is de tip? Heeft het iets met de slaps te maken? Heel misschien. Maar zit er iets onder die dingen? Ja. Wow, zo. Oh. Ja? Je moet dus goed kijken, dat zeg ik nog. En misschien moet je wel even gewoon, hoe je dat in jouw wereld noem je, rechtermuisklik. Ja? Ja, je hebt rechtermuisklik en linkermuisklik. Ja? En welke moet je daarvan gebruiken? Welke denk je? De rechter. Dat klopt. Maar ja, er zit niks. Maar ik mag niet shift inhouden terwijl ik dat doe. Jawel, dat mag. Maar er zit niks. Ik heb overal geklikt. Ja, maar daarom moet je ook goed de lava inkijken. Ik kan de lava toch niet inkijken? Naar onder de lava inkijken. Nee, niet helemaal naar onder. Ik heb nu zelf ook geen vuur meer in mijn funhuis. Goed, zelf onder de lava kijken. Ik kan toch niet onder de lava kijken? Denk aan die rode dingen. Frustrerend!
Oh mijn god, ja! Het is me gelukt, maar nu ga ik dood. Oh, maar het is me wel gelukt. Oké, wacht. Ja! Oh, we zijn er, jongens. We zijn er. Eindelijk! Mijn ding is, nu ben ik weer hier. En hier moest ik net niet heen. Dus wat doe ik nou hier? Zeg maar niet dat dit er niks mee te maken had. Als dit er niks mee te maken had, dan word ik echt heel boos. Ik ga nu weer naar boven. In de hoop dat er nu wel wat is. Ta-ta-la-la. Dit was het? Dit was het zeker. Oh, gelukkig! Wat een irritant trolhuis dat jij, hé? Nee, dat is leuk. Dat is een funhuis. Ik wil nooit meer jouw funhuis in, Merlijn. Ik vond echt heel... ik ben echt te erg geprankt. Gewoon overal. Hier weet ik van wat, oké? Okay? Wat is fun, hè? Kijk, ik ben nu ook blij als je hier staat. Ik ben blij. Ja, je ziet er heel blij uit, inderdaad. Nou, Merlijn, dankjewel. En wij gaan door naar de volgende pranks. Oké, we zijn aangekomen bij Elite Pesten. Wat heb jij voor mij gecreëerd? Ik zie hier een prachtige boom. Ik zie dat ik in een witte kubus zit. Wat is dit? Ja, ik weet het zelf ook niet. het is heel bijzonder. Ik hoop gewoon dingen gaan doen. Of... Ja, ik zou gewoon gaan lopen. In survival? Ja, is prima. Oké, prima. Ik ga eerst even kijken bij de boom. Want ik weet niet waarom je... Het is gewoon sier, deze boom. Ja. Oké. Nou, nee. Dit vind ik niet leuk, dat ik dit moet doen. Weet je hoe traag dit gaat? Ik had beter kunnen springen, dat ik denk ik minder lang dit hoef doen. Dit is zo traag, jongens. Dit gaat zo lang duren voordat ik aan de overkant ben. Oh, dit is vreselijk. Ja, oh kijk, dit is sneller al, omdat ik over de grond ga. En... Hoppa! Waar zijn we beland? Op een hoofd van Elite Pesten zelf. Ladder nodig. In principe niet, ik weet niet waarom. Oh, we moeten daarheen. De uitgang is hierboven. Ah, ja, dan heb ik zeker een ladder nodig. Ja, ik heb een ladder nodig. Wat is dit? Oh nee, wat is dit voor haar doolhof? Huh? Dit is een doolhof met... Ik heb nog nooit een doolhof op deze manier gezien. Laten we erin springen. Wow, dit is een doolhof met meerdere lagen. Oh, dat is echt cool. Ik ga hier erin. Dan is het heel donker en zie ik bijna niks. Maar dat maakt niet uit. Gaan we hierheen? Wat is dit? Is ook leeg. Gaan we Jemig, hé. Jemig, wat een vervelend doolhof. Wat een ontzettend vervelend doolhof dit. Waar is het? Waar is de ladder? Het is donker! Ik zie niks! Waar heb jij die ladders verstopt? Waar moet ik heen? Hierheen, hier, 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 hier. Oh mijn god, het is eindeloos. Voor mijn gevoel. Oh, licht. Oh, dit is gewoon waar ik net was. Oh, dit is echt vreselijk dit. Echt waar. Hey, dit ziet er wel anders uit. Hier ben ik voor mijn gevoel nog niet geweest. Maar hier kan ik ook niet heen. Het loopt weer dood. Ik word echt eindeloos gewoon... Een doolhof is altijd een prank, jongens. Dan word je in het algemeen eindeloos geprankt. Maar het is heel vervelend, dat moet ik wel echt zeggen. Vooral omdat ik gewoon echt niks zie. Kan ik een lampje krijgen in dit doolhof? Of is dat toegestaan? Nee. Nee? Ik krijg geen lampje. Oké. Nou, dan moeten we het zonder lampje doen, jongens. Ik loop echt in eindeloze cirkels. Echt waar. Ik loop echt in eindeloze cirkels. Kleine tip. Ik zou in de muren checken. In de muren? Maar het is zo donker. Ik zie niet eens het verschil tussen het roze en dinges op mijn scherm. Hey. Oh, ja! Daar is hij! De Jokerbox met 20 ladders. Oh, dat zijn genoeg om hier in ieder geval eruit te gaan. Ik wil een ontsnappingsroute hier. 1, 2. 2 hebben we er. Meer hebben we niet nodig. Oh, mijn god. 1, meer hebben we niet nodig. Ja. Oh, licht. Wat ben ik blij om dat te zien. Ladder nodig, zeker. Hierheen. En dan? Dan hebben we weer een wit lang pad waar we doorlopen. Nee, niet weer kopwebs. Wat is dit nou weer? Wat zijn er te veel? Oké, wacht. Nou, jongens. Hoppakee. En nu wachten we gewoon. Letterlijk. Meer kunnen we niet doen. Gewoon wachten. Als je iemand wil trollen in Minecraft, is oprecht kopwebs het meest simpele. Maar echt een van de meest effectieve dingen die je kan doen. Kijk, ik kan ook gewoon meer niet. Ik kan wel een beetje bewegen. Ik kan een beetje slaan, maar... Niks werkt gewoon, niks werkt. Nou jongens, we zijn bijna op de helft. Of wacht, we zijn er bijna. Mijn voetjes steken volgens mij uit. Kijk. Ja, kijk, mijn voeten steken al een beetje uit. Bijna. Bijna. Zeg maar niet dat ik hier niet heen moest. Nee. Oh, prank, doei, drijf. Nee. Wat is dit? Wat is dit? Moet ik hier niet heen of is het einde? Oh, mijn god, wat is dit? Oh, dat is het einde. Gelukkig. Ik dacht dat ik terug omhoog moest of zo. Ik wilde echt niet terug hierdoor omhoog. Oh, mijn god. Wat een vervelende pranks heb jij gebouwd, hè? Vooral die kopwebs, dat duurde zo lang om doorheen te vallen. Je kan gewoon niks doen. Ja, je kan er echt niks tegen doen. Ja, dat is wel het effectieve van een prank, inderdaad. Nou, ik vond het leuk. Leuk in elkaar gezet. Laten we doorgaan naar de volgende pranks. Oké, andere buurman. Vaspo, ja. Waar ben ik beland? Wat is dit? Ik zie een bord, ik zie... Ja, dit is steentubbeland of zo. Ik weet niet echt wat het is, Galente. Oké. Het is vooral gewoon een beetje om jou te pranken en te trollen. Het is mij, om mij weer te pranken. Ik ben net geprankt in een huis waar geen schat was, waarvan ik dacht dat er wel een schat zou zijn. Moet ik in survival of in creative? Doe maar in survival of adventure. Maar niet heel uit. Oké, zo. Adventure is het best. Dan ga ik denk beginnen. Is er een verhaal of... Nee, echt totaal niet. Oké. Niet gesmolten kaas, ketchup, curry, mayonaise. Klik op de knop achter je om te starten.
Joppiesaus, gat, noep, gat. Duidelijk, oké. Okay. Noep, prank, er zit geen knop. Kies een gat en spring. Oh mijn god, ik ben nu al gewoon gelijk geprankt. En er zit daar ook gewoon een boze versie van jouw hoofd. Jongens, zijn ze juist geprankt. Er is inderdaad helemaal geen knop. Dan moeten we een gat inspringen. Ik zie hier, zie ik van die puntige dingetjes. En ik zie hier water. Dus laten we in het water springen. Maar juist, dat is inderdaad een troll, jongens. Dat gaan we dus ook niet doen. Dus ik denk als ik hierin spring, dat het dan wel water wordt. Juist. Oeh. Ging dat op tijd? Kunnen we erin? Oké, jongens, een pressure plate. Ik vertrouw het niet, maar we gaan er heel voorzichtig overheen staan. Maar kijk! Haha, we zijn gebamboezeld, want het is lava. Alleen, ik wil hier wel overheen lopen, want hier zitten onzichtbare blokken op. Dus, maar we zijn even goed gebamboezeld, want hier is ook een onzichtbaar blok. Dus hier kan ik niet... Hé, ik kan daarheen. Kijk, daar kunnen we heen, jongens. Laten we hier... Maar hier is weer een pressure plate. Is dit de bedoeling? Oh mijn god, daar wil ik niet in. Oké, deze sprong kan ik halen. Oké, deze sprong ook. Oh mijn god, wat een poeprank. Wat een poeprank. Nou, gaan we hier weer heen. Hoppakee. Oké, hey, het lava is weg. Maar daar is een pressure plate. Oeh, daar gaan we opspringen. Oh, dit is het einde. Ah, prank, spring eraf. Ik dacht oprecht dat dit het einde was. Ik ben gewoon gedubbeld prank, spring eraf. Is dat echt de bedoeling of word ik niet geprankt? Ik denk dat ik... Oh, daar kan ik in. Oké, wacht, daar kan ik in. Oeh, wacht, daar kan ik. Oh, er zitten onzichtbare blokken, joh. Ik kon helemaal niet... Oh, ik moet oppassen, want hier zit wel het randje. Ik kon helemaal niet dood. Oh, ik kan er ook helemaal niet afvallen. Wat is dit? Einde, noep, noep, noep. Is dit echt het einde? Dat is een kel. Dat is een ding daar. Ik spring er gewoon op. Ik heb het niet overleefd. Of wel overleefd. Nu sta ik hier gewoon. Ik denk dat dit het einde was. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, alleen de laatste heeft me niet gedood. Kan je me... Wacht, kan je me... Ah. Ja, wacht, ik spring er wel op ook dood gaan. Bijna. 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 Ja, kijk. Wat een goede prankmap, hé. Ik ben gewoon dubbel op, alleen maar geprankt overal. Je, aan het begin al. Helemaal het begin met klik op de button achter was wel echt een goede prank. Gewoon oprecht. Wat ben je? Dat was oprecht een goede prank. Ik vond het leuke pranks. Ik vond goede trolls. Het zat goed in elkaar. En goed gedaan. Okay? Ja, heel erg bedankt. Nou, we gaan door naar de volgende. Nou, waar ben ik nou weer beland? Een mooi huisje hier. Ik zie een risiootje, zie ik hier staan. Waar ben ik? Wat is dit? Dit is het huis van een professor. Oké. Heel makkelijk gezegd, die mag jij onderzoeken. Ik mag hem onderzoeken? Meen je niet? Gewoon even kijken wat er aan de hand is hier allemaal. Ja. Oké, dan begin ik met buiten. Ik zie hier een mooi verandaatje, mooie trapdoors hier en daar. En als we doorlopen, kan ik naar binnen spieken via dit hier. En ik zie allemaal bordjes via de achterkant... Gewoon bosjes, mooie raampjes, decoratie hier en daar. Maar voor de rest niet echt iets bijzonders. Dus we gaan gewoon naar binnen. Ja, ik heb gelijk even bespioneerd voor alles wat klopt buiten. Laten we naar binnen gaan, via de deur. Noep, bed. Ga eens terug. Oké, ik moet de kelder in. Hier mag je niet zijn, joh. Maar dat maakt niet uit. We gaan eerst even kijken wat ik allemaal kan vinden hier. Of ik niet andere geheime dingetjes kan zien. Buttons bijvoorbeeld. Hier, maar dat doet niks. Ga eens terug. Nee, hier mag je niet zijn, joh. Dat mag ik wel. Ik zie je. Ik zie jou ook. Oh, het is donker. Oh, wat is het donker hier. Ik zie bijna niks. Hier in de honey. Noep, waarom ben je hier? Hier in de honey. Noep, waarom ben je hier? Hier, armor. Heb je wel nodig. Oh, jee. Oh, het is ook echt goede armor. Oh, ik heb een achievement. Mag ik licht? Het is donker. Wat is dit? Waar ben ik? Wat is dit voor... Wat heeft die professor hier allemaal gedaan? Wat is dit voor apparaat? En waar heb ik dit voor nodig? En waarom heb ik een schep? We hebben hier een kist, maar er zit niks in. Wat is dit? Ik snap het niet. Ik erin hier misschien? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat is dit? Oh! Ik dacht dat ik wat deed. Ik zit vast! Help! Ik zit vast! Mag ik de honing slopen? Ah! Oeh! Wat gebeurt er? Help! Hou op! Hou op! Ik vind het niet leuk! Ik vind het niet leuk! Ik ga dood! Er gebeurt van alles! Oké, laten we maar gewoon wachten tot ik dood ben. Oh, wat is het irritant. Oh, ik ben vrij. Hallo? Hallo? Mag ik eruit? Gebruik je schep. Mijn schep. Kan ik dat? Ik kan gewoon... Oh, mijn god. Oh, ik heb het wel overleefd. Huh? Imagine. Waar moet je nu heen? Er zijn allemaal paintings. Daar kan ik sowieso door één painting heen lopen. We houden even shift in verband met het feit dat er nog wel eens een slab kan zijn. Ah, kijk. Hier kan ik doorheen. No way een dolf. Is dit wel echt waar ik heen moet? Zijn er niet andere routes waar ik heen kan? Even checken voordat ik het ga doen. Oké, dat is volgens mij de enige plek waar ik heen kan. Dus daar gaan we ook heen. Hier. Komt-ie. Ja. No way, een doolhof. Oh, het is een onzichtbaar doolhof. Oké, dat is leuk. Dat is leuk, een onzichtbaar doolhof. Wat gaan we ook doen? Komt-ie hierin. Hier naar rechts, hier naar links.
Hierheen, hierheen, zo. Kijk, doodnormale chest. Nee, dit is vast geen trap chest. Ah, ik ga dood. Oh, ik ga toch niet dood. Ik word echt de hele tijd gedubbelprankt. Ik denk dat ik dood ga, maar dan ga ik niet dood. Vandaar dat ik de armor nodig had. Oh nee, dit is heel vervelend dit. Zit hier iets? Nee. Een parcours? Oké. Okay. Ik ben bang dat ik tegen een onzichtbaar blok aan ga knallen. Elk moment. Heb ik W-Riz? Wat? Heb ik... Ik snap het niet, dat gaat er gewoon in. Oh, zeg maar dat ik het overleef. Ja! Ja, dit was het! Noep, verkeerde kant. Oh, ja, dit was het! Jongens, het is klaar. Ik heb het overleefd, Riccio. Wat is jouw huis vervelend? Wat ga ik vaak net niet dood in jouw huis? Wat ben ik vaak pranked door het feit dat ik net niet dood ging? Ik kijk op een gegeven moment zelfs één keer weg van mijn computer. Want ik denk, nou, ik ga dood. En toen keek ik terug en toen bleek het gewoon dat ik in water stond. Ja. Nou, helemaal top. Ik vond het leuk. Laten we doorgaan naar de volgende. Oké, René, we staan hier nu bij de allerlaatste map. Dat is die van jou. Jij hebt dit gemaakt. Het is een troll map. Ben ik... Waar sta ik? Wat zijn we aan het doen? Nou, we staan hier bij een piramide. Maar dat hij past er niet helemaal in, want ja, anders heb je een baby piramide. Dat... dus het is een halve piramide. Ja, hij hoort eigenlijk gaan in gedachten. Mm-hmm. Hij is erbij in gedachten. Maar... hij is de rest van de piramide is daar gewoon in spirit. Oké, okay, wat is dit? Wat moet ik doen? Jij hebt de taak gekregen om de magische steen uit deze piramide te krijgen. En dan ontsnappen en levend weg te komen. Maar niemand is hier nog levend uitgekomen, dus aan jou de taak om het... om dat wel te doen. Ja. Oké, okay, duidelijk. Prima. Nou. Maar let op, er kunnen misschien wel wat valletjes door de piramide heen zitten. Dus, oké, okay, no. Ik ga mijn best doen, oké? Okay? Ja, is goed. Oké, okay, daar gaan we, jongens. We zijn in de piramide. Het is tot nu toe heel makkelijk om de trap op te lopen. Wat ga je? Ga je mee of blijf jij hier? Nee, ik ga wel achter, ja. Jij gaat achter, man. Oké. Ik ga kijken hoe je doet. Daar gaan we. En... oh, oké. Okay. We hadden een half hartje, maar we hebben het net aan over... Wat is dit? Oh, nee, dit is draai... Duh? Huh? Hoe werkt dit? Hoezo zit ik in drijfzand? Hoe werkt dit? Ze zijn hier in zijn drijfzand in Minecraft. Wow. Je hebt het al niet gehaald. Huh? Jawel, ik kan je doorheen. Ik ga het redden. Ik ga het redden. Ja, maar dat gaat je niet lukken. Want je komt er nooit meer uit. Dat is drijfzand. Oh. Drijfzand, daar verdrink je gewoon in. Mijn god, sinds wanneer is dat een ding dat je in drijfzand kan? Oh, maar wat erg dit, wat vervelend. Wat moet ik doen? Ja, je zit vast. Je hebt het heel gehaald. Ja, maar ik wil nog een keer proberen. Ik ga het nog een keer proberen. Oké, okay, we zijn weer boven beland. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. We gaan naar beneden springen. Is dat wel de route? Zit er niet ergens een stiekem een geheim gat of zo dat ik een andere route moet doen? Hoe wil ik het anders halen? Er is één route en dat is naar beneden. Je moet het drijfzand... Maar hoe kan ik... Ik kan toch niet het drijfzand over? Nee. Hoe wil je dat ik dat doe? Ja, ik wil je gewoon pranken. Kijk, daar gaat het. Oh nee. Kan ik ook niet... Nee, dat gaat het. Het die items? Mijn items die zakken gewoon door de grond. Het is gewoon weg. Het is verdwenen. Oké, hoe kom ik daar dan? Ja, je moet hem maar even uitvliegen voor de map. Oh. Even dat je zo, dat meegemaakt. Oké. Okay. Ik heb het drijfstand meegemaakt. Ik ben hier beland. Oké, de volgende. Wat is dit? Dit vertrouw ik totaal niet. Oh, ik zei het nog. Ik vertrouw het niet. Dus we gaan het ook gewoon niet doen. We gaan er ook gewoon langs zo. Oké. Okay. Ja, niet verdwalen. Nee, oké. Okay. Oh, een dolf. Dat is heel vervelend. Ah! Dus dat oké? Daar gaan we niet op staan. Nee, dat is lava. Daar gaan we ook niet heen. Oh, hier zijn we al geweest. Dit is een rondje lopen. Dit is ook hetzelfde. Hier komt weer een pijl uit. Dus daar gaan we niet op staan. Ik moet door de lava, denk ik. Maar ja, door welk stukje van de lava moet ik? Is het gelijk die aan het begin? Nee, dat is niet gelijk die aan het begin. Ah, oké. Okay. Is het deze hier? Wacht, waar is het? Deze? Nee, deze is het ook niet. Is het... oh, wacht. Hier ben ik trouwens nog helemaal niet geweest hier. Misschien moest ik wel... Ik moest helemaal waarschijnlijk helemaal niet door de lava. Oké, daar gaan we net aan doorheen. Top. Hier. Aha. Zo. Doorlopen. Oh, ja, de trap omhoog. Oh, een trap omhoog. Waar zijn we beland? We zijn door het dolf. Dit is een trapchest. En dit is zand, dus... Waarschijnlijk gaat het zand onder me wegvallen. Misschien ligt hier die edelsteen wel. Ah. Natuurlijk niet. Nee! Oh, ik dacht dat ik dood ging. Ik ben dubbel getrapt. Oh. Ja, er hoort ook lava in te zitten, maar ik weet niet waar dat gebleven is. Ja, dat zat er, alleen het zand viel erop. Ja, ik denk dat het gewoon is opgedroogd en dat nachtje aan slapen. Sorry. Dus ik moest doodgaan? Ja. Toen. Oké, jongens, dan gaan we het nog een keer proberen. Ik denk dat we wel de goede kant op waren. Dat we dus wel hierheen moesten, maar dat we niet op de goede plek waren. Misschien dat ik dom... Nee, moest ik niet doorlopen. Hierheen? Wat? Nee, dit was het. Oh, dit was het! Ik ben gewoon geduld. Dat was helemaal geen edelsteen. Nee, je zou gewoon doodgaan, that's it. Het was ik vond het leuk. Ik vond het heel leuk. Jammer dat ik niet dood ging op het einde, maar dat kwam dat het zand heeft het lava zeg maar gedoofd.
Ja. Maar ik vond het wel heel leuk. Ik ben getrold, want er was inderdaad geen... Nee, er was gewoon geen stomme edelsteen. En ook geen ontsnapping. Nou, en ook geen ontsnapping. Laten wij doorgaan. Misschien dat naar... moeten zitten. Laten we doorgaan naar de uitreiking. Welkom bij de prijsuitreiking, jongens. Jullie hebben allemaal goed jullie best gedaan. Jullie hebben mij getrold. Ik voelde mij ook erg vaak geprankt en zo. Laten we beginnen met de laatste plek. Dat is Koper. Vaspo, Lars en Doefeld konden niet bij de prijsuitreiking zijn. Dit zijn een soort van neppers, zijn dit. Dus laten we die ook gewoon als laatste doen, omdat ze er niet bij konden zijn. Die zijn zeg maar niet zo cool als jullie allemaal. Dus Vaspo als laatst. Oh, Doefeld blijkbaar als laatst. Ik diepte Vaspo, maar Doefeld kwam. Doefeld wilde heel graag als laatst. Dit heeft niks te maken met het feit hoe hun map was, maar ze zijn er gewoon niet bij. Dus dit is gewoon het eerlijkst. Zo, dan gaat Vaspo hier. En dan gaat Lars hier. Terwijl ik moet zeggen, ik vond hun maps wel gewoon goed. Dus het is best wel sad dat ze als laatst eindigen. Oké, dan blijven jullie over. Wie vindt dat hij daarna, hij of zij, want we hebben trouwens twee dames hier, op de lapjeslazuli terecht moet komen? Is hier iemand die zich... Nee, jullie vinden allemaal dat jullie je best hebben gedaan. Dan gaan we het zelf doen. Even kijken hoor. Ik vind het leuk, ik vind het lullig. Ik wil niet iemand als laatste daar laten eindigen. Want dit voelt een soort van als de oprechte laatste plek. Omdat zij gewoon dagen zijn gezet omdat ze niet aanwezig zijn. Weet je? Ik kies dan even kijken... Omdat jij je kopwebs waren vreselijk. Maar ze waren wel leuk, maar ik irriteerde me dood aan je kop. Ja, maar dat is toch juist de hele bedoeling. Ja, dat is de hele bedoeling inderdaad. Maar bij de rest zat commentbox en weet ik wat allemaal. Jij kan er ook niks doen dat je daar geen kennis van hebt, maar dat is wel... Je moet wel creëren. Ja. Zo. Nee, maar ze zijn allemaal leuk, jongens. Het is eigenlijk helemaal oneerlijk dit. Daarna vond ik de map van... Wat was jouw map ook alweer? Die professor. Ja, maar ik was in zo'n irritant apparaat en toen? Ja, toen moest je in zo'n schilderij. Daarna had je een Dolof. Oké, dan doen we daarna. Doen we dus René. Jij mag daar. Ik vond je drijfstand wel heel cool trouwens. Nou. Okay. Wat nou? Ik heb niks met het verhaal te maken en ik moet op redstone. Dan doen we daarna Riccio. En daarna tussen het funhouse van Merlijn. Of ik ga hem weer niet winpanken sowieso. Nou, nee, je hebt trouwens vorige keer gewonnen, dus jij gaat bij me rond. Nee. Joris op de FK1. Jongens, dit is een prijsuitreiking. Het is gebaseerd echt op scheid, letterlijk gewoon. Maar ik vind het, ik weet niet hoe ik het anders moet doen. Gefeliciteerd met de eerste prijs, Joris. Je wint yes. Ook een auto. Hey, je hebt een auto gewonnen. Ja, je kan hem verwachten binnenkort in je mail. Hey. Jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ben je het niet eens met deze prijsuitreiking? Laat het dan even weten in de reacties met een eigen prijsuitreiking. Een top 8 kan je dan achterlaten. Wie weet is die van jou wel cooler dan die van mij. In ieder geval, dankjewel. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet niet te abonneren. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk hetzelfde concept, maar dan met live hacks. Hoe cool is dat? En misschien al een spoiler net wie er gewonnen heeft. Maar ik zou zelf even kijken. Dus spreek je later. Pas wel tot 4 flesjes bier. Tot de volgende keer. Yo! Yeah!